De 83-jarige voetganger Harry Druiventak is op vrijdag 28 oktober aan de Van het Hogerhuisstraat aangereden door een personenauto. De centrale meldkamer speelde de melding van de aanrijding met dodelijk afloop door aan de politie van bureau Nieuwehaven. Daar aangekomen werd het levenloos lichaam van Harry op de weg aangetroffen. Volgens het voorlopige onderzoek reed de 44-jarige autobestuurder Emilius F. op de oostelijke rijbaan. Hij kwam vanuit het stadscentrum gaande richting Beekhuizen. Ter hoogte van de Suralco-poli is Harry, die op het wegdek was, aangereden door de auto. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het rijbewijs van de autobestuurder, die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is hangende het verdere onderzoek ingevorderd. De politie van bureau Nieuwehaven is belast met het onderzoek van deze aanrijding. Met het overlijden van deze voetganger staat de verkeersbarometer nu op 59.